De speuklippen van de Afobakka-stuwdam worden vanaf zaterdag aanstaande minimaal opengezet. Dorpen stroomafwaarts langs de Suriname-rivier zullen hiervan nauwelijks last ondervinden, zegt de Staatsolie Power Company Suriname NV, SPCS, in een gisteren uitgegeven verklaring. De SPCS besloot de spuikleppen weer open te zetten, omdat het in de afgelopen maanden ook veel heeft geregend. Zo is er in november 2022 ongeveer 3 keer zoveel water het stuwmeer ingestroomd als in november 2021. Daarom is besloten om reeds in december te beginnen met spuien, terwijl het waterniveau in het meer nog ruim onder het operationeel maximum ligt. Op het ministerie van LVV vindt er een 5-daagse training plaats, waarbij er alternatieven worden bekeken om terug te gaan naar de verouderlijke landbouwpraktijken. De training is onderdeel van het gelijknamig 2-jarig Braziliaans bilateraal technisch project met LVV als trekker en het ministerie van ROS als ondersteunende counterpart. Aan Braziliaanse zijde is het Braziliaanse Agentschap voor Samenwerking en de Federale Universiteit van Viçosa de counterpart. Het is raadzaam om agrarische systemen die eeuwenlang toegepast werden door de inheemsen en Marons te herintroduceren en te fuseren met de hedendaagse commerciële landbouwpraktijken. De Surinaamse regering ontvangt vandaag op eigen verzoek een donatie van de Nederlandse regering van bijkans 20.000 Pfizer-vaccins en toebehoren. De vaccins zullen door de SLM naar Suriname worden vervoerd. Deze schenking is een vervolg op eerdere donaties van COVID-19-vaccins door de Nederlandse regering.